Vandaag heb ik voor jullie weer een favoriete en opgemaakt video, namelijk van de maand mei. Het is nu juni en ik neem de producten weer door die ik geweldig vond en die ik heb opgemaakt. Ik begin met de favorieten en ik begin altijd met een geur. Nou, ik heb er twee deze maand. Als eerste de CK1 Summer van dit jaar. Zo lekker! Echt elk jaar ben ik mega fan van de CK1 Summer Limited Editie. Ik vind sowieso CK1 heerlijk. Het is een unisex geur en ik vind hem gewoon echt top. Maar die van dit jaar die ruikt dus naar gin tonic. Of in ieder geval een beetje limoen tonic-achtig. Zo good. Zo good. En ik gebruik hem zonder spray. Dus ik gebruik hem echt met de draaidop. Gewoon een beetje zo aanbrengen. Super lekker. En dan heb ik nog een geur waar ik helemaal wild van ben. Hij komt elk moment nu in de winkel. Ik schrijf op Beautygloss nooit over dingen voordat ze in de winkel liggen. Behalve, en dat gebeurt echt 2-3 keer per jaar max. Als ik echt helemaal laaiend enthousiast ben. En dat is dit. Dit is de Virgin Mojito geur van de Body Shop. Dit is een body splash en er hoort nog een butter bij. En een body lotion en van alles. Oh, dit is echt... De geur van Mojito is echt mijn favoriete geur. En ik neem ook altijd mijn standaard virgin cocktail die ik neem als iedereen aan de cocktails gaat, is de Virgin Mojito. Want ik vind de geur zo lekker en ze hebben nu gewoon een body splash ervan en een hele lijn. En het is ja, de lijn van deze zomer en ik ben er helemaal enthousiast over. Dus mijn favoriete lijn die ooit is uitgekomen bij de Body Shop. Dus absoluut een aanrader en ik ben fan. Dan deze face primer spray van Smashbox. Hij heet de Photo Finish Primer Water. Dit spray je op je gezicht. En yes, een primer zonder siliconen. Ik ben er super enthousiast over. Ik gebruik hem elke dag nu. En nou ja, er is nu al wat meer uit dan vorige keer dat je hem zag. Maar ja, het gaat. Ik vind hem top. Voor iedereen die niet tegen siliconen kan, dit is echt een goede primer. Op het gebied van huidverzorging heb ik mijn crème opgemaakt. Die zie je straks op de opgemaakt deel. De crème die ik nu gebruik, dat is deze. Dit is de Super Aqua Cream Day Cream Hydrating Anti-Age. Normaal ben ik niet zo van de anti-age, maar ik weet niet, ik vind deze wel heel erg lekker. Van Guerlain. Ik heb ook de nachtcreme ervan. En ik moet altijd heel erg oppassen met crèmes. Ik krijg snel puistjes van crèmes als ze te voedend zijn. Zeker anti-age producten zijn vaak heel voedend. Maar deze is echt top. Het is een soort van gel of zo. Kijk, ja, het ziet eruit als een witte crème, maar het voelt als een hele luchtige, frisse gel op mijn huid. En ik vind hem erg lekker gewoon in de ochtend om op te doen, mijn gezicht te verzorgen. Hij ruikt heel lekker. Hele frisse, lekkere manier om wakker te worden. Iets anders waar ik enthousiast over ben, de Sampar Fluid Peel Poreless Magic Peel met enzymen. En dit is dus een peel die je zeg maar opdoet 's avonds tussen je tonic en crème in. En ik ben heel erg fan van glycolzuur, salicylzuurachtige peelings. Op een gegeven moment heb ik die van Dr. Jessica Ote opgemaakt. En ik baalde, want er kon niks anders vinden wat een beetje in de buurt kwam. Deze van Sampar, dit is zo'n type product. Dus dit smeer je op, laat je zitten en dit peelt je gezicht eigenlijk. En zeker als ik snel last heb van puistjes, is dat het soort product wat je eigenlijk moet gebruiken. Want hij haalt dan het bovenste laagje van je huid weg. Iets waar ik ook echt super laat enthousiast over ben, is deze Fake Bake 5 Minute Mousse Ready to Wear mousse. Dit is een bronzing mousse en kijk, ik ben sowieso wel fan van zelfbruiners. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze al best wel lang niet meer gebruikt. Vroeger gebruikte ik de hele zomer zelfbruiner. Nu, ja, ik vind het niet erg om heel bleek te zijn ofzo. Maar dit is dus meer een soort van make-up product. Er komt een mousse uit, heerlijk chocoladeachtige mousse. Die smeer je op je huid en je bent gewoon instant bruin. En daarna zit daar een heel klein beetje zelfbruiner in, dus je wordt ook gewoon zelfbruiner bruin. Maar bijvoorbeeld als je een feestje hebt, kan je dit gewoon net als make-up. Doe je aan je make-up en dan doe je dit op je lichaam en je bent gewoon perfect bruin. Je kan het perfect uitsmeren, alles. En het resultaat is zo mooi. Ik kreeg er zoveel complimentjes over toen ik hem gebruikte. Dat mensen zeiden van wow, je bent zo mooi tan. Oh, het is de mousse. Hij is echt heel fijn. Op het gebied van make-up, de Guerlain Lingerie Depot BB Beauty Booster. Die heb ik al een tijdje liggen eigenlijk. Dit is een BB cream, dus van Guerlain. En ik heb hem herontdekt in mijn stash. Ik vond hem in eerste instantie namelijk te cakey. Ik vind hem erg plamuur. Maar nu ik hem gebruik in combinatie met de beauty blender, die ik dus eerst nat maak, echt een natte spons en zo. Weet je, en in combinatie met de primer, dus ik spray die primer, dan de beauty lip blender, dan dit erop zo. Vind ik het effect wel heel erg mooi. Ik heb hem nu ook op. Ik vind het echt wel een goede beauty cream. En ik gebruik de kleur light. Ik heb ook medium liggen en als ik dan zeg maar bijvoorbeeld met die bronzer aan de gang ben geweest, dan kan ik een klein pompje medium toevoegen, maar niet te veel ook. Want light is in principe, wat mij betreft, een soort van licht tot medium kleur. Nog een leuke favorite van de afgelopen maand, nepwimpers. Ik heb nu andere op.
Dit zijn hele heftige voor de video even te laten zien. Maar ik heb nu 080 van Eyelure op. Die draag ik al een week ongeveer. En kijk, ik heb heel lang dus van die wimper extensions gehad. Maar ik ben allergisch geworden voor de lijm. Vervolgens kon ik ook niet tegen de lijm voor gevoelige ogen. En ik heb het laatst weer geprobeerd met de nieuwe lijm. Het gaat gewoon niet. Ik heb gewoon best wel gevoelige ogen. Dus toen dacht ik, ja, maar ik vind het effect zo mooi van wimpers. Dus ik weet dat er heel veel meiden zijn die elke dag wimpers dragen. En ik vind dat zo knap dat ik denk, wauw, dat je dat kan. Dat je gewoon elke ochtend nepwimpers plakt. En ik zie het steeds meer. En wat ik van iedereen hoor, is gewoon oefenen, oefenen, oefenen. En als je snel bent, op een gegeven moment gaat het gewoon sneller dan mascara. En ik ben dat nu een beetje aan het proberen de afgelopen maand. En ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik heb nu dus ook wimpers op. En ik vind het eigenlijk nog veel mooier dan gewoon mascara. En ja, dat is definitely een favoriet van mij op het moment. En je kan er dus vaker mee doen. Vroeger gebruikte ik wimpers één keer en dan gooide ik ze weg. Omdat ik gewoon dacht, weet je, hoe moet ik ze nu schoonmaken? Ik vind het een beetje viezig. Maar nu heb ik echt wel een beetje een techniek ontdekt hoe ik ze soort van, ja, mooi kan houden. Zodat ik ze wel een paar keer kan gebruiken. Nou, nu een week ongeveer. En tussendoor reinigen. Ja. Goed, dat waren mijn favorieten. Dan gaan we nu verder met de opgemaakte producten. Als eerste een douchegel. Deze Evoca Mayan Spirit Shower Foam. Dit is een schuim, doucheschuim. Ik vind foam heel lekker, maar het gaat wel eens heel snel op. Omdat ik vind het heel leuk, maar volgens mij is het Gregor hele tekeningen te maken met die foam in de douche. Dus ja, het gaat best wel snel. Maar dit is wel de enige douchegel die we hebben opgemaakt deze maand. Dus hey, weet je nog vroeger dat we echt 4-5 flacons per maand opmaakten? No more! Omdat we nu één zo eentje hebben en een blokje zeep. En dat gebruikt hij vooral. Dus ja, hij is lekker als je hem tegenkomt. Lekkere mousse. Dan heb ik een flacon Elnette haarspray opgemaakt. Dit is de sterke fixatie. En hoeveel zit hierin? 250 ml. Je hebt ook hele grote. Je hebt verschillende. Ik heb er meerdere staan. Nou, wat kan ik zeggen? Beste haarspray ooit. Ik gebruik hem altijd. Al jaren. Al vanaf de eerste video van Beauty Gloss. Nog steeds gebruik ik hem. En ook in mijn haaropleiding heb ik geleerd dat dit eigenlijk de allerbeste haarspray is die je kan gebruiken voor, nou, dit soort kapsels. Weet je wel, krullen en volume. En ja, is heel fijn. En ik blijf hem gebruiken. Zoals ik al zei, mijn crème is op mijn Biodermal PCLE Fluide. En dit is zo'n pompflacon. En het is altijd een verrassing, want je weet nooit tot wanneer je kan pompen. En ineens, hij is op. Heel erg fijn voor als je gewoon een hele milde, zachte verzorging wil voor je huid. Zonder te veel poespas. Zonder dat je er puist van krijgt. Zonder dat het te vettig wordt. Het is gewoon echt een milde verzorging. Hij is vooral eigenlijk voor de gevoelige huid. Voor de huid met speciale behoeften. Ja, ik vind hem top als iemand die snel puistjes krijgt. Dan heb ik twee Dior Show Art Pens opgemaakt. Dit zijn eyeliner pennetjes van Dior. Allerbeste eyeliner pen die er is. Twee omdat ik had er één en die was bijna droog. En toen heb ik zeg maar de tweede gepakt. En toen zat ik een beetje half-half. En op een gegeven moment nu zijn ze allebei echt op. Zo, zo fijn. Best pennetje wat er is. Hij heeft een ideaal puntje. Van alle pennetjes die ik ooit heb gebruikt, het beste puntje. Maar hij gaat best snel op bij mij. Ik heb echt wel 3-4 weken max, zoiets. En dan, I'm pushing it, zeg maar. Ja, dat is wel jammer. Maar het is echt een topper. Als je een goede eyeliner pen wil, dit is, er is, ik heb nog niks beters gezien dan deze. Dan doe ik iets weg. Deze Make-up Studio Wenkbrauw Gel. Hij is, er zit ongeveer nog iets minder dan de helft in. Hij is een beetje viezig geworden. Ik heb deze echt heel veel gebruikt. Hij is viezig geworden. En eigenlijk, tegenwoordig gebruik ik hem niet meer. Want ik heb getatoeëerde wenkbrauwen. Het enige wat ik tegenwoordig doe is een beetje met een wattenstaafje make-up weghalen van mijn wenkbrauw. That's it. En verder zit het wel model. Oeh. Dus ja, deze gaat weg. Hij is heel fijn hoor als je wenkbrauwen moet gellen. En tenslotte Duo Wimperlijm. Hij is niet leeg, maar ik doe hem weg. Door dit hele wimperavontuur wat ik nu aanga, ben ik een beetje gaan spelen en zo. En ik begon natuurlijk met mijn wimpers aanbrengen met dit lijmpje. Dit is de beste wimperlijm die er is. Maar ik merkte dus dat mijn ogen heel erg jeukten. En ik dacht, zie je nou wel, ik ben toch niet gemaakt voor nepwimpers elke dag. En toen wilde ik er bijna mee stoppen. Toen dacht ik, wacht even, misschien ligt het wel aan mijn duolijm. En toen dacht ik, hoe lang heb ik die al? Nou, ik heb deze denk ik een half jaar of zo. En ik dacht, wacht even, maar dit is ook niet heel lang houdbaar. En toen dacht ik, wacht even. Normaal ben ik niet van het bijgeleverde lijmpje. Dus toen ben ik het lijmpje wat bij de wimpers had gaan gebruiken. Die was gelukkig schoon en vers en nieuw. Heel vaak zie je dat die dingetjes uitgedroogd zijn. Daarom pak ik ze bij voorbaat niet. Maar deze was fresh, zeg maar. En toen had ik het dus niet. Dus ik dacht, het is de houdbaarheid van de lijm. Die lijms zijn gewoon, kunnen niet heel lang mee. En zeker zo'n grote tube niet. Dus ik heb besloten om deze weg te doen. Want mijn ogen jeuken ervan. En ik ben nu gewoon de bijgeleverde lijm aan het gebruiken. Want dat is toch een kleintje. En die kan je daarna op een gegeven moment weer wegdoen. En bij andere wimpers pak je dat andere tubetje wat erbij zit
En zo ga je door. En dan heb je niet dat je dus een half jaar lang met één tube doet, waardoor je jeuk krijgt. Snap je? Dus dat, mijn avontuur met wimpers. Goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet je eigen favoriete en opgemaakte achter te laten bij de comments. Al is het maar één ding. Laat je één ding weten wat je hebt opgemaakt. En één van je meest favoriete van de afgelopen maand. Laat het achter bij de comments. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Welkom bij een nieuwe aflevering.